hoe vaak zien we dit nog? Te vaak zijn we bezig met de apparaten voor onze neus. Al die apparaten gebruiken batterijen. Gemiddeld 113 stuks per huishouden. Kunnen we eigenlijk nog wel zonder? Om dat te testen laten wij van Lifehunters ontroppen in de Ardennen. Zonder toegang tot apparaten met batterij. Au! We hebben in ieder geval wel twee tassen. Zullen we eens even kijken wat er allemaal in zit? Ik heb een envelop. Jullie bevinden je ergens in de Belgische Ardennen. Op de kaart in jullie tas kan je exact zien waar. Kaart, als jij die moet droog blijven? Vind de snelste weg naar het Vrijthof in Maastricht. 100 kilometer verderop, met alleen de attributen in deze tas. Je mag iedereen om hulp vragen die je tegenkomt. Maar jullie, nog de mensen die jullie helpen, mogen gebruik maken van batterijen. Maastricht is in noorden, dus laten we dan deze weg gewoon af gaan lopen. En zodra het kan naar links, denk ik. Als we de verkeerde kant op lopen, is juist goed. Als mensen ons helpen, dan mogen ze daarbij niet een batterij gebruiken. Ja. En een telefoon, ook een huistelefoon, is bijna altijd tegenwoordig een los ding. Ze is niet meer draadgebonden. Dus dat kan ook niet. Maar wat kunnen we dan wel gebruiken? Ik heb echt geen idee, als ik heel eerlijk ben. Een boot, een roeiboot zou je kunnen gebruiken. Ja, een roeiboot, want dat is gewoon opblazen. Ja, joh. België, kijk. Oké. Okay. Nou, hier is Maastricht. Au, stukje lopen. Oh, man. Hey, ik ben er een beetje klaar mee. En het begint ook gewoon donker te worden. Ja, ik heb fucking koude voeten. Hoe laat is het eigenlijk? Ja, weet ik veel. Ja, 5 uur of zo. 5 uur wordt het donker. Kijken of we hier even warmte kunnen krijgen. Ik heb het echt ijskoud. Hallo, goedenavond. Vroeg ons af of wij hier misschien konden slapen, misschien zelfs hier. Voor in de zomer heb ik een aantal tenten liggen waar gasten in kunnen slapen. Dus die kan er eentje geven dat je daarin kan slapen. Zo, wordt wel lekker koud, lepeltje liggen, maar dat is in ieder geval iets. Ja, kijk, hier is het een beetje wat hoger. Hoe werkt het? Dus eten. Zo! We zitten hier gewoon in de regen bij een kampvuurtje met een zak pasta bolognese. Mis je je telefoon? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik zou wel eigenlijk nu van al deze dingen die we hebben gedaan, ik wel op Instagram een story willen maken, hoor. Ja. Ja, ben ik gewoon eerlijk. Nee, dat is wel leuk. Het is toch uniek wat we aan het doen zijn? Ja, nee, dat is zeker waar. Dankjewel. Nou, smakelijk. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Ik vind het wel bijna romantisch. Ik vind het ook bijna romantisch. Het is best wel gezellig en best wel knus in de tent. Ik denk dat wij lekker gaan slapen. Ja, wel te rusten. Tot morgen. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe koud heb jij het? Dat is niet normaal, joh. Heb jij geslapen? Nee. Ik ook niet. Ah, waterdruppels. Ik ga eerst ook mijn kleren opwarmen voordat ik ze aangetrek, want ze zijn nu echt bevroren. Goedemorgen. En mogen we eens vragen? Ik weet niet of we dat je ons kan helpen dat we een stukje verder het water afgaan. Kijk, ik heb nog eventueel een raaf liggen waar je met elkaar op kan. Het is wel echt een prima workout inderdaad. Oké, mannen, verder dan hier. Lukt niet. Maar we zijn wel dichterbij. Jullie zijn nu op de helft ongeveer vanaf het startpunt waar we begonnen zijn naar het Vrijthof. Laten we kijken of we hier fietsen kunnen regelen of zo. Ja, dat is eigenlijk de enige optie nog, hè? Ik denk dat we best wel dicht al bij... Kijk, als je kijkt Luik naar Maastricht... Dat is niet zo ver. Dat is goed te doen. Ja, laten we gewoon fietsen regelen. Ja, we gaan gewoon aanbellen. Zullen we even opsplitsen? Pak jij de huis aan die kant, dan pak ik ze daar. Oké, is goed. Ja? Oké, is goed. We have to go to Maastricht. Yeah, well, we need to use a bike. I have a bike. You have a bike. This guy has a bike. Can I hug you? Yes. Yes. Oh. But then I'll hug you as well. Maasrijden, zeg maar. Nou, dat was een avontuur, dacht ik. Hoi. Jij bent degene die ons op pad heeft gestuurd. Ja, dat ben ik. En dit zijn de batterijen die we uit jullie huis hebben gehaald. Heb je het eens zin gehad? Nou, we zijn wel kapot. Het was echt briljant. Nou, lekker je batterij opladen, zou ik zeggen. Nou, wij gaan eventjes, denk ik, hier even een biertje drinken. Even chillen, even ontspannen. Bedankt, heren. Kijk eens thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. Dit was ons avontuur. Lever die batterijen in. En tot de volgende keer. Ciao.